We zullen misschien starten. De mensen zijn volop nog aan het binnenkomen, zie ik. Welkom iedereen. Goedenavond. Op de avondlezing van de INET Jongeren rond security. Een aantal praktische vragen. Mag ik de mensen die binnenkomen en nog steeds binnenkomen vragen om hun geluid af te zetten, zeker tijdens de presentatie? Thomas zal ongeveer een uurtje presentatie doen en jullie kunnen nadien gewoon vragen stellen aan hem. Jullie kunnen het ook in de chat zetten. We zullen zien een beetje wat er eerst komt en hoeveel van beide er zijn. Deze sessie wordt ook opgenomen. De opname zal achteraf beschikbaar zijn op het YouTube-kanaal van INET. Ik geef het woord aan Thomas. Alright, merci. Ik ga eens kijken dat ik hier direct mijn scherm kan delen. Kunnen jullie meekijken? Oké, top. Ja, eerst en vooral hartelijk bedankt aan INET om mij de kans te geven om hier te komen praten over een topic dat mij wel de laatste jaren enorm hard ligt. Daarbuiten ook, misschien de praktische zaken. Ik ga proberen de chat natuurlijk wel in de oog te houden. Voor de korte vragen of de korte antwoorden op de vragen die ik misschien ga stellen tijdens de presentatie en ook tijdens de demo's. De grotere vragen, de meer algemene vragen, die zullen worden bijgehouden door zowel Toon als Joris. Die kunnen we dan op het einde van de talk zeker nog, kunnen zeker nog aan bod komen. Alright, dat gezegd zijnde. Vandaag kort over waarover dat we gaan praten. Mijn eigen natuurlijk voorstellen. Wat ik doe, hoe dat ik daarmee ben begonnen. Wat penetration testing effectief is. Bepaalde threads, ja, wat zijn threads? Toch wel een paar terminologische zaken dat we misschien eerst gaan bekijken, zodat iedereen kan volgen. We hebben ook een demo voorbereid. Ik hoop dat die demo interessant is. Kort ook over hoe dat je dan eigenlijk jezelf kunt beschermen. Of hoe dat bedrijven zichzelf kunnen beschermen tegenover hackers. En hoe dat ze ook moeten of zouden moeten kunnen reageren als ze gehackt worden. Daarbuiten ook nog een korte war story over effectief een groot project dat we hebben gedaan. Bij een van onze klanten, waar dat er toch wel waanzinnige zaken zijn uit voortgekomen. Ik heb het al kort gezegd. Ik ben Thomas, penetration tester binnen Easy. Nu penetration tester. Ik ben eigenlijk begonnen met studeren in Thomas More Hogeschool. Ik ben eigenlijk nooit een echt goede student geweest, als ik dat zo kan zeggen. Ik heb eigenlijk het eerste jaar niet echt veel interesse erin gehad. Stop, ik ben nooit een slechte student geweest, ook niet. Ik heb altijd mijn zaken wel goed opgevolgd en dergelijke. Maar ik heb nooit echt een klik kunnen maken om echt ergens geïnteresseerd in te zijn. Tot aan een collega van mij, die dan nu ook nog altijd collega is van mij, mij Hack the Box heeft laten zien. Ik weet niet dat er mensen zijn die dat Hack the Box al kennen. Misschien kort, ja, Hack the Box is eigenlijk een platform. Waar dat je hacking skills kunt bijscherpen. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende simulatiemachines waar dat je je aanvallen op kunt gaan loslaten. De bedoeling is natuurlijk om bij te leren als hacker. Daarbuiten is het natuurlijk ook heel belangrijk om challenges te doen en dergelijke van die zaken. Nu, als het interessant lijkt over Hack the Box, ga ik er niet te ver over uitweiden. Ik weet dat dat wel een straatje is, misschien zonder einde. Sinds kort, sinds begin dit jaar, zijn mijn collega en ik nu ook ambassadeurs van Hack the Box. Dus als er interesse in is om Hack the Box meer te leren kennen, zeker mij na deze presentatie, na deze talk, een seintje laten over. Kunnen we eens praten over Hack the Box? Kunnen we misschien eens meevolgen met een van de meetups die wij ook maandelijks organiseren? Wees zeker geen vreemde, stuurt mij zeker gewoon een berichtje en kunnen we er zeker eens over gaan.
Je ziet ook dat daar een ja, x-aantal afkortingen onder mijn titel, onder de penetration tester staan. Dat zijn x-aantal certificaten die ik dankzij Easy heb kunnen behalen. Het zijn leuke testen, slash trainingen, slash cursussen geweest voor mij om bij te leren. We zien nog altijd in België dat er ja, weinig echt gespecialiseerde, gefocuste cursussen of studierichtingen, afstudierichtingen zijn die dat echt focussen op het penetration testing gegeven zelf. Het is daarmee dat zo'n certificaat zo prevalent zijn in heel de penetration testing landscape. Dus dat zijn echt zeker aanraders ook. Ik ben sinds 2 jaar penetration tester. Nu hoe ik er eigenlijk ben ingerold, dat is ook wel een leuk verhaal. Dus ja, ik heb gezegd, ik heb nooit echt die klik kunnen maken van ergens echt geïnteresseerd, misschien geobsedeerd in te zijn. Tot aan dat tweede jaar dat ik de box heb ontmoet en heb gevonden. Waarna ik echt, ja, echt die klik wel heb kunnen maken. Ik denk dat ik jaar 2 en jaar 3 in de lessen altijd bezig ben geweest met zaken te hacken, met CTF's mee te doen, met challenges. Waar ik na het derde jaar denk ik echt al 100-tal machines op dat platform, op Hack the Box zelf, heb voltooid. Variërende van easy tot medium, tot echt hard machines. Voor jullie die weten wat Hack the Box inhoudt, dat is heel variërend. Dus de easy machines, dat zijn soms one-click vulnerabilities, one-click exploits. Maar die hard machines zitten echt custom gemaakte zaken al in, die dat je echt moet begrijpen voordat je dat kunt hacken natuurlijk. Nu, in mijn derde jaar heb ik ook de kans gekregen om als stage web application penetration testing te doen binnen Ordina. Ordina is misschien ook wel bekend voor een groot consultancybedrijf, gevestigd hier in België en Nederland. Daar heb ik ook al heel veel bij kunnen leren. Het werd al rap duidelijk dat de technische skills die dat je vergaard hebt tijdens je studies, tijdens misschien extracurriculaire activiteiten, dat niet het enige is dat belangrijk is als je penetration tester wilt worden of als je iets met security wilt gaan doen. Maar dat het ook heel belangrijk is om je soft skills echt te proberen bij te schaven. Ik denk dat ik tijdens die stage dat echt duidelijk is geworden dat je technisch werk is 60-75% van je dagelijkse jobs. Daarbuiten is het eigenlijk altijd bezig zijn met je rapporten te verklaren, te verdedigen misschien, presentaties te geven, zowel technische als non-technische, om duidelijk te maken dat de kwetsbaarheden die je gevonden hebt, die je gerapporteerd hebt, die dat in je rapport staan, om die ook te weerleggen naar zowel de technische teams, developer teams, als ook naar management, hoger management en CISO. Dat zijn heel verschillende gesprekken dat er dan gevoerd worden, waar het wel soft skills, dat is wel enorm, enorm belangrijk bij wordt. Dan heb ik na die stage ook direct de kans gekregen om te kunnen beginnen als penetration tester. Dat was echt te mooi om waar te zijn ook. Ik heb x-aantal gesprekken gehad met mensen binnen Easy, maar ook de vorige penetration testers die dat er waren, die daar ook hebben uitgelegd van kijk, ja, wij doen X, Y en Z. Ik denk dat er zelfs iemand was die een anekdote vertelde over hoe dat hij tijdens een van de eerste weken samen met nog een senior collega een fysieke penetration test hebben gedaan. Fysieke penetration test slaagt eigenlijk op echt het fysiek gaan inbreken in organisaties, in gebouwen, in ja, en hoe dat hij daarover vertelde, dat was echt voor mij een eye-opener en dat was echt hetgeen wat ik wou gaan doen. Ja, en sindsdien, ik ben momenteel 2 jaar penetration tester, vooral gespecialiseerd in het interne penetration testing, als ook x-aantal zaken binnen web. En ik heb nog geen dag spijt gehad dat ik die richting heb gekozen. Dat gezegd zijnde, we zijn hier niet om over mij te praten natuurlijk, we zijn hier over security te praten. Nu, ja, wat is penetration testing
pentesting, ethical hacking. Dat zijn eigenlijk termen die daar in het rond worden gegooid, om het zo te zeggen. Door elkaar worden gegooid. We zien enorm veel LinkedIn-posts, we zien enorm veel op YouTube verschijnen, waar dat bug bounty ook nog tussen wordt gegooid. Het is belangrijk om te weten waar dat ethisch is, waar dat penetration testing is, waar dat het ethische hacken is. Kort gezegd zijnde, alles buiten het klikken op een pen maakt deel uit van penetration testing. Om dat kort te laten zien, om het kort even te schetsen, het penetration testing is eigenlijk het preventief bepaalde simulatieaanvallen gaan doen op omgevingen van klanten of van bedrijven die u toestemming geven. Dus het eerste punt binnen het ethisch hacken, is natuurlijk dat het heel belangrijk is om binnen de wet te blijven, legale testing te gaan doen. Dus zorg er altijd voor. Er zijn bug bounty programma's, er zijn nu in België ook nieuwe wetten verschenen waarop dat er volgens de beste interesse van het bedrijf mag getest worden. Eerste pijler van ethisch hacken, van penetration testing, is om binnen de wet te blijven. Het is enorm belangrijk en dat is de grote meerwaarde ook van testing vooral in het algemeen. Het ethisch hacken, dat is het rapporteren van kwetsbaarheden. Ik ga er zelfs nog op terugkomen wat nu een kwetsbaarheid is. Uw rapport is het belangrijkste. Het is daarmee dat ik juist heb gezegd, de technische skills zijn 60-75%. Uw soft skills, uw verhaal overbrengen naar anderen, dat is de andere helft ervan. Het rapporteren van die kwetsbaarheden is enorm belangrijk, moet duidelijk zijn. Dus een description geven, hoe komt dat voor? Echt uw proof of concept code gaan delen. Als ook de observatie duidelijk uitschrijven en meehelpen om het op te lossen natuurlijk. Als er vragen zijn langs beide kanten, ook daar zijn om die vragen te kunnen beantwoorden. Daarbuiten, wij komen enorm veel in aanraking met sensitieve data tijdens penetration testing. En ook tijdens bug bounty hunting, dat bijvoorbeeld ook gebeurt, komen er ook sensitieve data. Daar moet ook respect voor, met respect behandeld worden. Dus we komen dikwijls bijvoorbeeld dat er mensen paspoorten op hun werklaptops laten staan, die wij dan aan het testen zijn. Als dat dan online wordt gegooid, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus respecteer daarvoor. Het belangrijkste is dat het altijd met het zicht moet zijn op het helpen van klanten, het helpen van organisaties. Om die een cybersecurity, die een maatregel dat er al genomen zijn, om die te verbeteren. Als je binnen die pijlers blijft, dan wordt dat een white hat hacker genoemd. White hat slaagt gewoon puur op het feit, ethisch binnen de grenzen slaagt daarop. Daartegenover staat dan natuurlijk het onethische. Buiten de wet, we zien bijvoorbeeld heel veel, ik denk dat we juist nog besproken hebben, dat er bijvoorbeeld 500.000, denk ik, credentials weer van Belgische, gewoon van mensen met Belgische nationaliteit online zijn gegooid. Gebeurt ook, hackergroepen, Advanced Persistent Threats, state-sponsored hackergroepen, hacktivists, valt allemaal eigenlijk buiten de wet. Die kijken er niet naartoe. Dus dat is echt het onethische aspect ervan. Wat er daar vooral gebeurt, is dat er die informatie dat ze dan vinden, al is dat informatie van de bedrijven zelf, al is dat informatie van de gewone mens, credentials, creditcardinformatie, dat wordt allemaal gedumpt, dat wordt allemaal verkocht. Dat is het onethische. Dus daar geen respect voor hebben. Meestal zijn die ook voor hun eigen financial gain op pad. Dus dat ze echt gewoon geld willen aftrollen van
van de gewone mens. Ik denk dat er ook statistieken zijn van regio geel, bijvoorbeeld. Dat er x aantal miljoen van de gewone mens, dus niet eens van bedrijven, per jaar eigenlijk wordt afgetroggeld via, al is het phishing, al is het online scams. Dus dat is echt een gigantisch fenomeen. Dat wordt eigenlijk het hele, de groep van onethisch, illegal, buiten de wetten, dat zijn eigenlijk allemaal black hat hackers. Dus die houden daar geen rekening mee. Hoeveel zijn we nu? Hè? Sorry? Nee. Alright, goed. Ik heb al x aantal termen laten vallen. Ik heb een korte quiz ook opgesteld. Degene die die quiz wint, mag dan tijdens een demo kiezen welk bedrijf dat we effectief gaan aanvallen. Als hij of zij daar dan ook de verantwoordelijkheid voor draagt. Dus zeker uw best. Daarvoor gaan we nu nog even een paar termen gaan bespreken voordat we er in die quiz gaan vliegen. En ik wil dat graag doen aan de hand van een metafoor. Een metafoor is het huis. Hè. Dus je ziet bijvoorbeeld al een slot dat gebroken is, een dief dat wegloopt met geld. Het gaat echt om het huis. De eerste term dat enorm belangrijk is, dat is het risico. Je mag altijd in chat zeggen, of als je de voorbeelden van weet, binnen de metafoor van het huis, wat zijn bepaalde risico's dat er zich voor kunnen doen? Ik zal een voorbeeld geven. Een risico van een huis is bijvoorbeeld dat je huis kan instorten. Een risico van je huis is dat er gewoon schade aan je huis kan brokkeld worden. Dat zijn eigenlijk allemaal risico's. Hetzelfde fenomeen speelt zich af binnen cybersecurity. Risico's van organisaties zijn dat organisaties, dat medewerkers misschien vrijwillig of onvrijwillig data gaan delen online, dat ze badges gaan delen online, dat ze hun eigen informatie gaan delen online. Dat zijn eigenlijk allemaal risico's waar rekening mee moet gehouden worden. Dan hebben we threats, bedreigingen. Iemand voorbeelden van wat bedreigingen zijn voor een huis? Ik heb daar juist eigenlijk al een paar voorbeelden gegeven. Een ander voorbeeld voor bijvoorbeeld een bedreiging van een huis. Ja, inderdaad, brand, dieven. Ja, er staat inderdaad al een dief op. Dat zijn allemaal threats van een huis. Dat zijn eigenlijk allemaal bedreigingen voor je huis. Allemaal goede voorbeelden. Wat doen we daar dan mee met die bedreigingen? Meestal, ja, we kunnen verzekeringen afsluiten. Juist hetzelfde als in de cybersecurity wereld kunnen we ook verzekeringen afsluiten. Of we kunnen gaan proberen om dieven of brand voor te zijn. Dan hebben we kwetsbaarheden. Er staat één grote kwetsbaarheid op het huis nu getekend. Dat is het gebroken slot. Dus nog andere kwetsbaarheden van een huis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld kan zijn om bijvoorbeeld de deur open te laten. Of geen achterdeur te hebben. Of een open raam, inderdaad. Het zijn eigenlijk allemaal kwetsbaarheden binnen een huis. En net zoals ook weer in het huis, zijn er in organisaties of zelfs bij uw eigen kwetsbaarheden die daar ook voor gaan komen. Bij organisaties kan dat zich extern voordoen. Dat kan binnen gewoon het personeel zich voordoen. Dus het menselijke aspect. Bij uzelf kan dat misschien ook het technische zijn. Het hergebruiken van wachtwoorden zijn eigenlijk allemaal kwetsbaarheden. En als laatste, de exploit. Exploit wil eigenlijk zeggen echt het misbruiken van die kwetsbaarheden. Dus korte voorbeelden van exploits hier in de metafoor van het huis. Dat is dus dat een dief effectief het slot heeft gebroken om binnen te geraken. Dus waar dat er eigenlijk een threat was, heeft een actor op de threat ingespeeld. Heeft de threat actor op de vulnerability ingespeeld. En die een exploit dus heeft effectief gebruikt. Dus echt gewoon het misbruiken van een kwetsbaarheid in het huis
Dat wordt omzien als een exploit. Bijvoorbeeld, we hebben afgelopen jaar, ik weet niet dat er mensen zijn die dat er geïnteresseerd in zijn, de Log4j vulnerability gehad. Dat is een grote kwetsbaarheid geweest in Java. Die heeft heel veel organisaties twee keer doen nadenken over welke dependencies dat hun applicaties allemaal draaien. Want er waren enorm veel applicaties, websites, die daar kwetsbaar waren voor die exploit. Dus die daar echt hun bedrijf gebreached is geweest door een vulnerability, die dan misbruikt is geweest door een exploit. Ik hoop dat dat al kort duidelijk is. Dan gaan we nu even eens kijken wat jullie al weten van wat dat echt bedreigingen zijn. Hè. Voor de quiz, het is allemaal gebaseerd op de Debir van Verizon. Debir staat eigenlijk voor de Data Breach en Investigation Report, van Verizon van 2020. Of 2022. En het gaat over de EMEA region. Dus echt Europe, Middle East en Afrika. Hetgeen dat hier in groen gekleurd is. Dus daarop is de quiz gebaseerd en daarop zijn ook de vragen en antwoorden gebaseerd. Om mee te kunnen doen met de quiz, kunt je een gsm pakken en de QR-code scannen. Of je kunt ook naar slido.com gaan en dan de volgende code ingeven. Ik kan rechtsboven zien of dat er mensen zijn gejoined. Ik zal even wachten, zodat je de tijd hebt om rustig mee te kunnen doen. Ik zie dat er massaal deelgenomen wordt, wat goed is. Als er mensen problemen hebben met het joinen, moet je dat ook zeker in chat sturen. Dan kunnen we helpen als het mogelijk is. ik kan momenteel niet zien met hoeveel mensen dat we zijn. Maar ik denk dat we gelukkig kunnen beginnen. De QR-code zal altijd daar linksboven blijven staan tijdens de quiz, dus je hebt zeker nog de kans om mee te doen. Alright. Wacht eens kijken. Alright, top. Normaal gezien zou op je gsm nu de eerste vraag moeten opgekomen zijn. Als dat klopt, anders dan mocht het ook in de chat even zeggen. Dus de eerste vraag is, wat is de most likely manier dat hackers, aanvallers, hackergroepen toegang krijgen tot organisaties. Er zijn vier mogelijkheden, dus leak credentials, phishing, external infrastructure en botnet attacks. Zelfs ook even toelichten. Ten eerste is leak credentials. Leak credentials wil zeggen wat ik daar juist heb besproken. Dus als er breaches zijn van bedrijven, als er usernames, wachtwoorden, e-mailadressen gedumpt worden, al is het op het clearnet, het gewone internet zoals we dat kennen, of op het darknet. Die credentials die staan daar, die kunnen opgeraapt worden door eender wie en die kunnen dan gebruikt worden om in te loggen in social media websites, in de cloud, in alles wat publiek beschikbaar is, dus misschien mailservers bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk leak credentials, dat wordt daarmee bedoeld. Dan hebben we als tweede phishing. Ook een heel bekend fenomeen. Het gaat hier eigenlijk over phishing in het algemeen. Dus zowel spearphishing als whalephishing als phishing wordt eigenlijk allemaal opgenomen in die categorie. Dat wil dus zeggen, alles wat te maken heeft met het verkrijgen van een mail bijvoorbeeld, waarop dat er wordt gevraagd om in te loggen, waarbij dat die credentials dan eigenlijk gevangen worden door die hackergroep of door hackers zelf.
Ik zie dat Mark een vraag heeft wat het verschil is tussen clear en darknet. Dus bijvoorbeeld het clearnet, dat gaat over alles wat, je beschik... alles wat voor u beschikbaar is, gewoon via uw browser. Dus uw browser heeft toegang tot alles.com, .be, .net. Het zijn eigenlijk allemaal clearnet websites, terwijl het darknet, daar moet er een, er wordt een bepaald protocol gebruikt. En dat gaat over het tornetwerk, waar dat je eigenlijk ook een speciale browser moet hebben. Die links bijvoorbeeld, de URL's daarvan, die eindigen allemaal op .onion. Dus die, als je nu in je browser gewoon .onion ingeeft, een website met .onion, dan ga je daar niet naartoe kunnen gaan. Terwijl over het tornetwerk is dat wel mogelijk. Hoop ik eens een antwoord op uw vraag. Dan ga ik verder. De externe infrastructuur, dat wil echt zeggen dat er hackers, organisaties, bedrijven gaan targeten op basis van hun externe infrastructuur. Misschien staat er een mailserver nog misschien staat er een mailserver nog publiek toegankelijk. Gaan ze die mailserver gaan aanvallen? Misschien staat er een webapplicatie, een website ergens. Dan gaan ze die website gaan aanvallen. Dus dat is eigenlijk dat ze toegang verkrijgen tot die organisatie via extern gehost of externe infrastructuur. En dan als laatste hebben we de botnet attacks. Botnet attacks, wat wil het eigenlijk omvatten? Dat gaat om alle geautomatiseerde aanvallen dat ook weer hackergroepen gaan lanceren. We hebben bijvoorbeeld gezien tijdens dat de Log4j vulnerability naar boven is gekomen, dat al die bedrijven zijn gehackt geweest. Dan is er eigenlijk één kwetsbaarheid over x aantal bedrijven. En dan is er één grote scan gebeurd van verschillende botnets die dan eigenlijk op één kwetsbaarheid bepaalde organisaties hebben proberen over te nemen. Ik denk dat er bijna 29 mensen gestemd hebben. Ik zal nog even wachten. Ja, inderdaad, Jonathan. Dus phishing is hier inderdaad in de hele brede zin van het social engineering. Dus dat gaat echt van het verkrijgen van credentials door mails te gaan sturen, om te gaan vragen om, wil je alsjeblieft hier gaan aanmelden, tot het downloaden van malware, dat je bijvoorbeeld een zip-file of een ISO-file krijgt toegestuurd, die je misschien per ongeluk opent en dan echt malware gaan downloaden. Dus het phishing gaat hier over eigenlijk het hele spectrum van social engineering. Right? Ik denk dat iedereen bijna gestemd heeft. Kijk hoe. Dan gaan we eens kijken. De grote meerderheid heeft eigenlijk geklikt op, of gestemd voor phishing. Niemand heeft gestemd voor external infrastructure. 21% voor leak credentials. Het juiste antwoord is dus effectief wel de leak credentials. Dus bij phishing moet er nog een act gebeuren van gaan klikken op een phish. Bij leak credentials gaat het echt over credentials, username, wachtwoorden, e-mailadressen, die daar er al online staan. Dus de meeste toegang tot organisaties komt door deze leak credentials. Kan misschien een shock zijn voor veel, maar dat is dus de grootste manier, ook weer gebaseerd op het onderzoek dat Verizon heeft uitgevoerd. Alright, gedeelde eerste plaats. Dus dit zijn dan de statistieken dat er effectief in het rapport staan. Dus de meest succesvolle aanvallen zijn dus allemaal geweest via de leak credentials. Dat wil dus niet zeggen dat de meeste aanvallen dat ook de meeste aanvallen zijn. Hè? Dus dat zijn de meest succesvolle aanvallen. Nu, figuur 2 zegt wel dat er ook de meeste aanvallen via die leak credentials of stolen credentials zijn gebeurd. Nu, er is een discrepantie over die twee tabellen, omdat je ziet de use of stolen creds of de use of stolen credentials. Dat wil eigenlijk zeggen dat dat zowel leak credentials zijn als credentials die daar vergaard zijn via phishing. Dus dat is een beetje een moeilijke, maar dat staat verder uitgelegd in het rapport zelf. Alright. Tweede vraag. Wat is het motief, het grootste motief dat hackers hebben om u te hacken? Is dat via activisme?
Dus is dat gewoon om een punt te maken, om te laten zien, van, kijk, dit kan je door de beugel. Is dat financial gain? Financial gain wil gewoon zeggen, ja, gaat dat om geld? Is het, ja, is het, gaan hackers gemotiveerd zijn om bedrijven over te nemen, gewoon puur voor wat er financieel in zit? Kijk naar ransomware, we zien ransomware as a service tegenwoordig. Is dat political? Ik denk dat dat een beetje vanzelfsprekend is. Heeft meer te maken, meer betrekking tot spyware. Spyware is dus software dat echt gedetailleerd of heel specifiek gaat op spionage van bepaalde personen. Hangt een beetje samen met e-spionage, maar er is een klein verschil. Espionage is echt het spionage van tussen bedrijven of tussen landen. Alright, ik denk dat de meesten bijna gestemd hebben. Dus activisme, financial, political of espionage. Iedereen heeft gestemd. De meesten hebben gestemd op financial gain. En ja, dat is duidelijk. Ik denk als we gaan kijken naar wat er momenteel enorm veel op het nieuws komt ook. Artikels van verschijnen, dat is ransomware. Dus dat bedrijven echt... gegijzeld worden gehouden voor hun data, voor hun informatie, voor gepatenteerde software bijvoorbeeld, zit er dikwijls bij. Gaat allemaal over het financiële. En dat is ook de most likely motivator. Dus er gaat altijd een gedeelde eerste plaats. Dus inderdaad, ja, in het rapport staat duidelijk in dat financial gain 79% van de cases de motivatie is. Terwijl eigenlijk al de rest, dus zowel het politieke als espionage, als activisme, valt eigenlijk allemaal onder espionage. En dat is eigenlijk maar 21% van alle cases. Van alle recorded cases gaat het hier wel over. Dus het kan zijn dat er ook weer... Dat de cijfers ook weer niet volledig kloppen, want het zijn effectief alleen maar cases die daar publiek zijn gemaakt. Dus daar moeten we ook op letten in de data zelf. Alright, voor de volgende en voorlopig laatste vraag van die quiz gaan we eerst een kleine riskanalyse doen, heel, heel, heel oppervlakkig. We hebben een bedrijf, een fictief bedrijf, met een turnover van 100 miljoen, van 10 miljoen per jaar. En ze hebben een intern IT-team dat zowel zorgt voor support als change request management, als het onderhouden van hun servers, als ook de security. Dus dat is eigenlijk het interne IT-team van een gemiddeld bedrijf met ongeveer 10 miljoen turnover. De vraag daaromtrent is wat dat het gemiddelde risico is van een bedrijf van zo'n grootte. Dus is dat 10.000 euro? Is dat 100.000, 300.000 of 800.000? Dat is ook gebaseerd op data van breaches. Dus wat een bedrijf gemiddeld kwijt is aan zowel het verlies van data, misschien dat de servers niet hebben kunnen draaien worden, waardoor de webshops bijvoorbeeld niet hebben kunnen opengaan. Voor productiebedrijven is dat misschien dat er bepaalde planten stil hebben gelegen, dat er banden hebben stilgelegen, vernietigen van servers bijvoorbeeld, dat we nu in de oorlog met Rusland en Oekraïne veel zien, is dat er bijvoorbeeld wiper software wordt gedeployed, waardoor er hardware effectief fysiek kapot wordt gedaan. Dus dat zit eigenlijk allemaal binnen die kost. Ranging van mogelijkheden van 10.000 tot 800.000. Ja, dus dat is zowel schade als extra kosten. Dus bijvoorbeeld ook het inhuren van een incident response team. Een extern bedrijf dat zich gaat specialiseren op het recoveren van of op het helpen van die gehackte bedrijven. Dus dat is all in. Alle kosten dat er aan verbonden zijn aan zo'n breach. Alright, ik denk dat iedereen bijna gestemd heeft. Dan gaan we eens kijken als de laatste nog stemt.
Een volledige spanning aan het afwachten. 5, 4, 3, 2, 1. De grote meerderheid heeft gestemd voor 800.000. Ja, en dat klopt ook. Dus ik ga misschien de chat hier even... Ja, dus de meerderheid heeft gestemd voor 800.000 en dat klopt. En hoe komen ze daaraan? Dus we zien dat er een gedeelde eerste plaats is voor Geert, Sebastiaan en Keil, proficiat. Kijk hoe gedaan. Nu, hoe zijn we er effectief aan gekomen? Misschien ja, het belangrijkste ervan. Gebaseerd op de data gaan we kijken naar een turnover van 10 miljoen. In die team, er zijn eigenlijk 260 normale werkdagen waarbij dat die 10 miljoen kan, waarbij dat die 10 miljoen kan verdiend worden. Gemiddeld duurt het 21 dagen om volledig terug operationeel te worden. Dus het hele gegeven van gehackt worden, geëncrypteerd worden, misschien een bepaalde een vernieuwing van toestellen. Helemaal operationeel worden duurt 21 dagen en dan komen we ongeveer op een 800.000 euro uit. Oh. Die gaan we overslaan, die stond verkeerd. Dus dat is de data waarop dat we ons gebaseerd hebben. De MTTI, MTTC en MTTR komt misschien al bekend voor. Dat wil zeggen de mean time to identify. Dus het gemiddelde aantal dagen dat een normaal bedrijf van zo'n grootte nodig heeft om een breach of hackers in hun netwerk te gaan identificeren, is 212 dagen. Dus gemiddeld heeft een aanvaller 212 dagen in een netwerk of op een toestel vooraleer dat die gezien gaat worden. De mean time to contain, dus het gemiddeld aantal dagen dat het dan nodig heeft om ja, heel die aanvaller eigenlijk te gaan containen, patient zero te gaan vinden, wat is het eerste device dat geïnfecteerd is geweest, welke andere devices zijn er geïnfecteerd geweest, misschien moeten we gaan segmenteren, misschien moeten we proberen te gaan afzonderen. Het duurt nog eens 75 dagen om die breach te gaan containen en daarbovenop nog eens 21 dagen om volledig terug operationeel te worden. Dus het hele recoveren van zo'n breach. Moet er wel bij zeggen, gemiddeld gezien is dat 21 dagen. Als het een team is dat inzet op security, misschien een eigen security engineer heeft, dan wordt dat gemiddelde gereduced naar 14 dagen. Ja, dus de vraag van Jonathan, dus de gemiddelde schade, komt eigenlijk van ja, de data dat verloren gaat, die dat je misschien moet gaan terugkopen, dat geëncrypteerd is, dat er geen backups genomen zijn. Availability heeft alles te maken met als er downtime is van uw organisatie, downtime is van uw productieband bijvoorbeeld. Als ook reputational damage, dat is ook nog een kost waar veel bedrijven zich aan mispakken. Het hele imago rebranding. Dat er toch wel een vertrouwensprobleem ontwikkelt tussen zowel het bedrijf zelf als tussen de klanten ervan. En dan nog andere kosten, dus de kosten van het inhuren van een incident response team, waar dat enorm hoog ligt. Nieuwe hardware kopen, licenties en dergelijke kosten. Alright, dan gaan we eens kijken naar de demo zelf. We gaan dus geen extern bedrijf aanvallen, even om duidelijk te zijn. Ik denk niet dat we daar de toestemming van gaan krijgen. Wat we wel gaan doen, is ik heb al kort een demo voorbereid dat gebaseerd is op APT29. APT staat voor Advanced Persistent Threat. En 29 is eigenlijk gewoon de opvolging van de APT zelf. Dus bijvoorbeeld APT29 krijgt ook andere namen.
De vroegere naam daarvan was bijvoorbeeld een cozy bear. Cozy slaagt niet direct, direct op iets, maar bear slaagt dan vooral op het feit dat de hackergroep van Rusland komt. We hebben bijvoorbeeld ook nog andere namen. We hebben bijvoorbeeld Panda, wat dan slaagt op hackergroepen daar van China komen. We hebben volgens mij Leopard ook nog. Dus eigenlijk allemaal dieren die staan voor de afkomst van de hackergroepen. We gaan dus kijken vooral naar hoe de hackergroep Cozy Bear binnengeraakt bij organisaties. We gaan vooral kijken naar die tactics, techniques en procedures. Dus tactics, dat zijn eigenlijk de tactieken, dus heel algemene manieren waarop ze gaan binnengeraken. Bijvoorbeeld, een voorbeeld van een tactiek is phishing. Een techniek is dan meer specifiek op hoe dat ze phishing gaan gebruiken voor binnen te geraken. Bijvoorbeeld, ja, dat kan spearphishing zijn. Dat kan phishing zijn, dus zich voordoen als customer service. Kunnen ook andere manieren zijn. Dus kan heel omvattend. Procedures of procedures zijn dan meer gericht op effectief de tooling dat ze gaan gebruiken. Heel specifiek en misschien tot file extensions toe. Wat we gaan doen is, we gaan dus spearphishing mails uitsturen naar mensen van een organisatie. Die spearphishing mail, daar zit een ISO-file in met custom gemaakte malware, zodat we zeker voorbij gratis of simpele antivirussen geraken. We gaan de communications opzetten met ons command and control framework. Een command and control framework wil eigenlijk gewoon zeggen, dat is een hub waarbij hackers controle hebben over meerdere clients of gehackte victims. Het zorgt er eigenlijk voor dat ze een soort van een master-slave connectie gaan opbouwen, waarbij dat er enorm veel gehackte toestellen zijn die dan onder de term de slaves vallen, en de ene master of ene teamserver waar dat er dan de communicatie heen en weer naartoe wordt gestuurd. Hiervoor gaan we ook een open source tool gebruiken, dus ook weer die code staat op GitHub. Daar kun je naar gaan kijken hoe dat effectief werkt. Je kunt het zelf gaan opzetten. Je kunt heel een demo eigenlijk gaan nabouwen. En dan gaan we proberen om data te stelen en misschien ransomware te gaan deployen. Alright. Goed. Deze slide moet ik nog even laten zien. Dat is een opbouw ervan. Dus een opbouw. We gaan twee personen aanvallen. Binnen het thuisbedrijf. Dus we gaan Simon Bax gaan we aanvallen en Frank Bomans. Nu, korte schetsen. We hebben al ons investigation gedaan en we weten al wat voor mensen dat zijn. We weten dat Simon is een heel voorzichtig persoon. Simon heeft zelf ook nog gevraagd aan het bedrijf om een beter antivirus, een EDR erop te gaan zetten, een endpoint detection en response, omdat ze zelfs tot het paranoia aan zit eigenlijk. Terwijl Frank is een beetje meer laid back. Frank heeft een antivirus online gevonden die gratis is, moet hem zelfs niet voor betalen. En hij voelt zich even veilig als dat Simon doet. Dat is het overige netwerk. Dan gaan we hier eens kijken naar de pc's. Dus ik ga Simon haar pc terug opzetten, als ook Frank zijn pc terug opzetten. En dan zitten we hier op een gewone Kali Linux installatie. Ook weer Kali Linux is ook een operating system dat niet open source is, maar dat je wel kunt zelf op je toestel gaan zetten. En dit is dan het C2 framework dat we voor deze demo gaan gebruiken. Dat noemt Havoc. Je kunt het op GitHub ook terugvinden onder de naam Havoc Framework. Ga eens in staat stellen om meerdere clients te gaan onderhouden onder één C2 of één teamserver, één server. Je gaat direct zien hoe dat in zijn werk gaat en je gaat direct zien wat dat daar de meerwaarde van is. Ik heb ook al mails opgesteld. Dus we kunnen bijvoorbeeld hier zien, we gaan dus een spearphishing mail versturen naar Simon en naar Frank, waarin staat dat er dus effectief een nieuwe sign-in is gevonden vanuit Rusland voor Simonneke, haar account. En hetzelfde voor Frank's account.
En hopelijk gaan ze dan proberen te kijken naar de links en naar de logfiles ervan. Want in de logfiles zit dan onze custom geschreven malware, die dan hopelijk zich gaat uitvoeren, waardoor dat we Frank zijn toestel of Simon haar toestel volledig kunnen overnemen. Bij deze, ik ga de mail van Simon al sturen. Ik zie ook dat we onder het support team 1. Dus als ik hier al een paar pointers zou kunnen geven naar jullie toe, als je ooit zo'n mails binnenkrijgt, ga zeker kijken naar wat er na de ad-symbool staat. Hè. Dus de domeinnaam komt niet overeen met alles wat er geregistreerd staat onder Google. Ook al staat het wel dat het van Google Support komt. Domeinnaam checken is een van de simpelste checks dat je zelf kunt gaan doen. Maar je gaat dat direct nog wel zien, maar dat je nog kunt gaan zien. Dus die e-mail gaan we al versturen. Dan ga ik ook de mail naar Frank sturen. Je ziet, de mail naar Frank is juist hetzelfde. Dus die gaan we ook in één keer al terug versturen. Voilà. En hopelijk komen die direct aan. Dan ga ik al eens kijken op Frank zijn PC. Dus Frank logt in. En heeft een mooie achtergrond samen met Simonneke. Frank wil zijn mails gaan nakijken, zoals dat een normaal persoon wel wil doen, denk ik. En hier staat nog een vorige mail in, maar ook dan de nieuwe mail die toe is gekomen. En we zien eigenlijk direct dat het van het Google Security Team komt, of ja, dat zegt de naam toch. Die naam die kunnen trouwens zelf geven, dus alles wat dat er daaronder valt, kun je eigenlijk ook niet vertrouwen. Je ziet ook dan in een keer de domeinnaam, dat je dan natuurlijk niet mocht vertrouwen. Maar ja, Frank is wel nieuwsgierig. Frank wil wel kijken, oké, ja, wie heeft er nu effectief dan ingelogd op mijn toestel? Ik kan het even wegklikken. Wie heeft er effectief ingelogd op mijn toestel? En ja, Frank gaat dan op de link gaan klikken, dat ook doorverwijst dan naar het slechte domein. Terwijl heb ik op mijn Kali Linux een kleine webserver opstaan. Dus we gebruiken hier gewoon de Python webserver voor. En hier staat dan eigenlijk de logfiles of de malicious ISO file die dat wij hopelijk gaan kunnen deployen, die dat Frank voor ons gaat deployen al sinds. Goed, dus de webserver draait. Frank klikt op de link. En we gaan eens kijken wat er dan gebeurt. Dus normaal gezien opent er gewoon de webbrowser. Frank gebruikt Mozilla Firefox, wat dat zijn volledige recht is natuurlijk. Voilà, en tegelijkertijd gaan we ook al eens terugkijken naar wat er hier gebeurt. En hier zien we dus dat er effectief een GET request is gebeurd voor onze file. Dus Frank heeft wel onze file gedownload. Dus we kunnen bij downloads gaan kijken. En normaal gezien moet daar dan onze file in zitten. By the way, Frank heeft dus Avast pre-antivirus op zijn toestel gezet, omdat dat gratis was. Dus daarmee dat Frank zich wel goed voelt. Alright, dus eens kijken naar de downloads. En we zien dat hier twee downloads nog staan. Dat kan. En we gaan dan die files opklikken, want ja, Frank wil natuurlijk kijken wie dat er op zijn toestel heeft gezeten. Voilà. Oh, en ik heb iets vergeten af te zetten. Dus normaal gezien krijgt Frank deze view, dat er eigenlijk maar één file in de ISO-file zit. Een normale gebruiker gaat geen hidden files zien. Dus ja, Frank wil ook weer opnieuw. Ja, hij wil zijn logfiles gaan bekijken. Hè. Dus hij klikt de file open. Maar er gebeurt niet direct iets. Wat dat vreemd is, vindt Frank. Dus we gaan ondertussen eens kijken wat er misschien hopelijk gebeurt binnen onze command and control framework. En we zien dat er hier inderdaad een sessie is geopend. En dus op de PC van Frank hebben wij nu toegang. We hebben nu toegang tot Frank zijn PC. TC2 framework, dat gaat ons in staat stellen
om bepaalde commando's out of the box te gaan gebruiken. En bijvoorbeeld, we kunnen een screenshot gaan nemen en dan gaat onze malware er eigenlijk voor zorgen dat we een screenshot gaan nemen. Ik hoop dat dat duidelijk is voor iedereen, dat iedereen kan meevallen. Ik zal het wel vergroten. Dus we zien dat we duidelijk een screenshot hebben genomen. Als we dan gaan kijken naar de loot, dan zien we inderdaad dat we een screenshot hebben gepakt van waar dat Frank nu bezig is. Dus wat de hackers dan perfect kunnen doen op een gegeven moment is die screenshots, dus wat ze normaal gezien doen is, ze gebruiken ofwel een keylogger of zo'n screenshot tool die dan periodiek screenshots naar een cloudopslag gaat sturen, waarbij dat er soms interessante gegevens in die screenshots staan. Hetzelfde met zo'n keylogger, ze wordt ook allemaal naar de cloud aangestuurd en soms kunnen ze zelfs de wachtwoorden eruit gaan halen. Dat is niet het enige wat we kunnen doen. We kunnen dan ook gaan nakijken wie dat er allemaal op de toestellen zit. We kunnen bijvoorbeeld ook gaan kijken in welke directory dat we zitten. Dus momenteel zitten we in de E-schijf. Kunnen we ons bijvoorbeeld gaan verzetten naar de C-schijf. Voilà, dus nu zitten we in de C-schijf. Oh. En in de C-schijf zitten dan eigenlijk al de files in. Dus ook weer als Frank... als Frank nu bijvoorbeeld paspoort op zijn toestel heeft staan, dan kunnen we dat paspoort gaan bekijken. Als Frank een file heeft met wachtwoorden, dan gaan we die wachtwoorden gaan kunnen bekijken. Dus op deze moment hebben we als de gebruiker Frank volledige toegang tot zijn toestel. En dat is dus natuurlijk niet goed. Dus nu kunnen we eigenlijk oftewel gaan wachten totdat Frank misschien financiële informatie met ons gaat delen, per ongeluk. Of dat Frank andere zaken gaat doen. Dus de mogelijkheden zijn op deze manier zijn eindeloos. Nu, we gaan eens kijken hoe datzelfde fenomeen zich voordoet bij Simon. Dus we gaan ook bij Simon aanmelden. En we zien dat Simon heeft een andere tool. En ik zie dat ik geen verbinding heb naar buiten toe, dus het kan zijn dat het niet werkt. Simon gebruikt een andere tool waar dat ze voor betaald heeft gehad. Dus we gaan eens kijken hoe dat die reageert. Ik weet niet of dat hem disabled is of niet. Secondje. Eens kijken. Voor Simon is het wat moeilijker, precies. Nee, voor Simon komt de mail er zelfs niet door, dus ik kan eens gaan kijken dat er misschien in de trash nog mail zit. Nee. Dus voor Simon is de mail er momenteel niet doorgekomen, maar we kunnen nog altijd manueel naar dezelfde site gaan als waar Frank zijn malware heeft gedownload. Dan gaan we direct eens kijken hoe dat onze andere tool daarop gaat reageren. Dus eens kijken, de mail zelf. Paal zelf. We gaan eens rechtstreeks proberen, want we zien ook dat er dus geen niks binnenkomt hier, wat het ervoor kan zorgen dat we misschien een netwerkprobleem hebben, wat altijd kan gebeuren natuurlijk. Dus we gaan eens rap kijken.
Zo. Dus we gaan diezelfde paal gaan opendoen. Dus we zien ook dat dezelfde file erop zit. En we gaan dat ook uitvoeren. En het kan zijn dat hem inderdaad uitgeschakeld is, omdat we geen fatsoenlijke netwerkconnectie hebben. Maar dan kunnen we natuurlijk wel gaan kijken wat er ook op ons tool gebeurt. En we zien hier dus ook dat, dat we Simon haar PC hebben kunnen overnemen. Normaal gezien, moet ik erbij zetten, bijzeggen natuurlijk, is als die een tool online is, dan gaan we dat kunnen gaan opzoeken. En dan gaan die alerts wel gecreëerd gaan worden, maar het is niet omdat een tool offline is. En dus niet kan bereiken, het command center niet kan bereiken, gaat er dus geen alerting kunnen plaatsvinden. Maar we zullen eens gaan kijken hoe kan dat nu, want Frank zie hier maar één file en toch wordt er wordt er malware uitgevoerd. Als we gaan kijken naar de hidden items, dus eerst hoe kan dat er hidden items zijn? Ik ga het laten zien. Hier, als je naar eigenschappen gaat kijken, naar de properties. Als het wil laden. Binnen je properties van elke file kun je hidden gaan zetten. Ja, dus je ziet hier hidden. Maar ook, onze antivirus heeft hem niet gevonden. Dus wat is er zo speciaal aan die OneDrive standalone updater, wat misschien onze malware zou kunnen zijn? Maar we gaan eens kijken. Die OneDrive standalone updater, en is effectief dus gesigned door Microsoft. Dat wil zeggen dat het een effectieve tool is dat Microsoft ook gebruikt. En ik kan het nog verder laten zien door de sample dat ik hier heb gebruikt. Dit is een sample van de updater, dus de OneDrive standalone updater dat ik heb gebruikt. En je ziet, dat is geen virus. Dus het is een tool. Hoe komt dat nu? Het antwoord is eigenlijk simpel. Uw tools en binaries, executables, alles wat uitvoerbaar is, dat gaat DLLs gaan laden. En doordat we hier op onze linkfile hebben geklikt, en we gaan eens dieper kijken naar wat is die linkfile nu, dan zien we dat die linkfile eigenlijk helemaal geen linkfile is, maar dat een commando is dat we gaan uitvoeren. Dus we gaan hier CMD uitvoeren, met de argumenten start en dan onze OneDrive standalone updater. Dus onze linkfile gaat dit programma uitvoeren. En dit programma heeft de version DLL nodig om te kunnen werken. Dus die DLL wordt geladen. En hier in onze DLL, als we gaan kijken, hier zit eigenlijk onze malware. Want deze DLL is niet gesigned. Is dus niet gesigned door Microsoft als de properties open gaan. Dus je ziet, hier is nergens een certificaat aan, dus het is een unknown application. We weten niet hoe of wat. Als we hier verdere inspectie op gaan doen, wat dat een incident response team dan waarschijnlijk gaat doen, is, dan kunnen we gaan kijken dat het effectief malware is. En dan gaat de malware laden dat eigenlijk hier in onze update file zit. Dit is gewoon pure shellcode, wat jullie waarschijnlijk al wel gezien hebben, dus dat kunnen we niet gaan lezen, wat er hierin zit. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van een DLL sideloading vulnerability in de... Dus dit is een shellcode, niet leesbaar natuurlijk. Een DLL sideloading vulnerability in de OneDrive standalone updater van Microsoft zelf. Dus dat is hoe dat hackers ook toegang kunnen krijgen door alles te gaan containen in een ISO-file. En dan links te gaan uitvoeren die dan nog andere binaries, andere programma's gaan laden. Ik zie dat we wat tijd tekort gaan hebben. Dus ik ga even kort terug naar wat kunnen we nu gaan doen voor die hackers de volgende keer voor te zijn. Of hoe moeten we daar nu op gaan reageren? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Komt eigenlijk neer op if you fail to prepare, then you prepare to fail. Dat is meermaals al voorgekomen dat bedrijven zich niet bewust zijn van wat er allemaal mogelijk is. Een van de zaken dat we zien dat nog altijd niet overal toegepast wordt, maar wel enorm belangrijk is
wachtwoorden een MFA of 2FA. Dus nadat je je wachtwoord ingeeft, dus hopelijk een sterk wachtwoord, dat je een extra stap moet doen, dat je misschien een authenticator applicatie nog een extra verificatie moet doen. Dat is wel de minimale line of defense, zeker voor alles wat met cloud te maken heeft of alles wat met externe toegang te maken heeft. Daarbuiten ook detection. Detection is alles. Als we niet weten dat we gehackt zijn geweest, dan is het moeilijk en dan worden we een deel van de statistieken. Dus die 212 dagen dat er dan een hacker eigenlijk toegang heeft tot onze organisatie, dat is dramatisch. Het testen en het scannen van de omgeving, ook enorm belangrijk. We kunnen wel tools gaan aankopen, zoals Simon. Maar je ziet, als de tools niet getest worden, dan kan het perfect zijn dat die ook kwetsbaar zijn. En een plan hebben. Een incident response plan hebben. Maar als het fout gaat, daar moet je eigenlijk een antwoord op kunnen bieden. Kort over hoe dat er geantwoord moet worden dan. Dus dat IR-plan moet sowieso stap 1 zijn. Dus dat je al weet hoe dat je moet gaan antwoorden, hoe dat bedrijven moeten gaan antwoorden. Help van buitenaf. Zeker en vast, ik denk dat er binnen België zelf al coalities zijn om die je kunt inschakelen, die bedrijven kunnen inschakelen om hulp te krijgen. Communication en delegation, dus de juiste mensen plaatsen op de juiste taken. Taken outsourcen als nodig is. Forensics, containment en recovery komt neer op het feit dat er mensen moeten zijn die dat kennis hebben van hoe dat we nu bijvoorbeeld die attack chain dat we juist hebben uitgevoerd, hoe werkt dat? Hoe kunnen we daarvoor zijn de volgende keer? Maar ook het containment verhaal, hoe kunnen we de schade gaan beperken en hoe kunnen we 100% zeker zijn dat we kunnen overgaan naar de recovery periode en dus onze organisatie terug gaan opbouwen van nul of dichtbij nul. En dan de assess the damages en kijken wat is nu effectief de schade dat er berokkend is geweest tijdens een breach. Ik hoop dat ik nog even tijd heb voor kort laten zien wat we dan gedaan hebben in dat leuk project. Dus het was eigenlijk een full scope penetration test. Dat wil zeggen dat we zowel de hele infrastructuur hebben getest, van extern naar intern, en dan van intern uit ook. Als ook het fysieke gedeelte van een locatie. En ook het human aspect is aan bod gekomen aan het van een grote phishing campagne. Dus van extern uit, heel veel zaken dat we hebben gevonden. Er was één item dat nog altijd wel voorkomt. Jullie kennen misschien al Drupal, of alles wat te maken heeft met Drupal. Drupal is een content management systeem dat ervoor zorgt dat je zowel blogposts als tot en met webshops kunt gaan hosten, kunt gaan zelf hosten. In Drupal zitten ook veel vulnerabilities, omdat het custom code toelaat, omdat het ook gebaseerd is. Dus Drupal zelf heeft ook heel veel vulnerabilities, waaronder een grote wat je zeker moet gaan opzoeken is Drupal Geddon. Voor een aantal versies van Drupal kunnen we effectief een one-click exploit, waarbij dat we dus zowel bijna iemand die dan niks kent van computers, ook zo'n service kan gaan overnemen. Dat hebben we dus ook effectief gedaan. Deze is een screenshot dus van wat we effectief allemaal gevonden hebben op die webserver zelf. Dus er stond van Drupal stonden er enorm veel zaken op gehost. Dus zaken zoals Astra tot de MediaWiki stonden eigenlijk allemaal op dat toestel gehost. Die hebben we extern dan kunnen overnemen. Intern was het ook een verhaal. Leuk verhaal. Om te zeggen, langs onze kant, het is natuurlijk wel opgelost geraakt en we hebben de juiste communicatie met die klant kunnen doen. We waren op x aantal uur dat we intern bezig waren, ons eigen kunnen gaan opwerken tot een domeinadministrator via een leuke exploit. Nu, een domeinadministrator heeft alle rechten binnen het domein. Bijvoorbeeld binnen KU Leuven zal er ook wel iets van Azure Active Directory zijn of van On-Prem Active Directory.
kort gezegd zijn, alles wat te maken heeft dat jullie kunnen inloggen op Word bijvoorbeeld, dat jullie kunnen inloggen op misschien iets van SharePoint of OneDrive, heeft allemaal te maken met Active Directory. En daar waren wij dus dan binnen een paar uur de baas van. Zoals je hier wel kunt zien, we hebben dan een user kunnen aanmaken die dat member was van admin de domein, dus de domein admin, admin zelf. En dan misschien nog wel het interessantste, dat is om te laten zien alleszins dan toch, want technisch aspect is iets minder. Maar het was de fysieke penetration test. We hadden onszelf voor de fysieke penetration test x aantal uur voordat er effectief voor de normale werkuren, dus van 9 to 5, op een parking gezet, recht tegenover het bedrijf zelf, om te kijken wat dat de flow was van de gewone werknemer die daar binnenkwam en terug naar buiten ging. We zagen al rap dat zowel voor naar binnen te gaan als naar buiten te gaan, dat er een badge systeem was. Dat badge systeem, we wisten nog niet of dat goed beveiligd was of niet, dus het was moeilijk om daar voorbij te zeilen, maar het probleem was binnen dat bedrijf is dat er een grote cultuur was gecreëerd omdat er zoveel gebadged moest worden, dat iedereen achter elkaar naar binnen ging. Dus dat er eigenlijk één persoon badgede, de deur ging open en meerdere mensen gingen naar binnen. Dat concept, dat noemt tailgating. Wat hebben we dus gedaan voor binnen te geraken en tot de cafetaria te kunnen wandelen? Dus we hebben ons eigen gewoon aan de inkom gezet. Nog buiten, mijn collega en ik, en we hebben daar een beetje staan praten totdat iemand met zijn badge inbadgede, de deur ging open. En dan zijn we mee naar binnen gegaan. We hebben die persoon helemaal gevolgd tot de cafetaria. En dan in de cafetaria hebben we onze eigen werkplek gemaakt. En op die werkplek hebben we dan eigenlijk een bordje gezet en gevraagd aan voorbijgangers of dat het oké was of we hun badges mochten nakijken, omdat wij studenten waren van de KU Leuven, omdat wij een template hadden gevonden van KU Leuven zelf. Dat we studenten waren van de KU Leuven die dat de badge security van het bedrijf ging nakijken. Op die moment hebben we 5 badges kunnen klonen en dus ook gaan simuleren aan de hand van een toestel, dat noemt een Proxmark. Die badges hebben, daar kunnen we op een gegeven moment dan alles mee doen. Ik heb daar normaal gezien ook een leuk filmpje van. Cool dat je het kunt zien. Ik kan hier die ster kloppen juist niet meer zien. Dus, wat er op het filmpje gaat gebeuren is, mijn collega Mickey, die heeft de Proxmark zelf vast. Op die moment hebben we eigenlijk 5 verschillende toegangscodes voor op die Proxmark te kunnen gebruiken. Dus we hebben 5 verschillende identificaties van 5 verschillende personen ingelezen om te gaan testen op alle deuren. En ik zie mijn muis hier niet. Allee. Voilà, dus Mickey heeft daar met die grote groene draad de Proxmark vast. En een van de deuren had ons dan toegang gegeven tot een kleine serverrek waar dat er x aantal servers in stond. Met diezelfde toegang hebben we ons dan eigenlijk verplaatst van zowel de cafetaria tot niveau 1, waarbij dat niveau 1 tot en met 3 eigenlijk allemaal medewerkers zaten. En niveau 4 was eigenlijk voor management, waar wij heel veel meetingrooms zaten. En op een gegeven moment hebben we ook in de meetingroom gestaan met de CEO zelf. Dus ze zijn dan wel leuke en krijg je wel energie van om zo'n testen dan te kunnen doen. Daarbuiten hebben we ook een phishing-campaign gedaan en die was gebaseerd op Dockle. Dus ik denk dat er misschien sommigen van jullie Dockle wel kennen. We hebben Dockle gebruikt. En die resultaten waren ook... die waren ook vrij slecht, om het zo te zeggen. Dus enorm veel mensen die daar zowel hun credentials hebben ingegeven als op de mails hebben geklikt. Nu, er waren wel enorm veel mails gestuurd, dus in algemeen percentage is het laag. Maar zolang dat er natuurlijk één iemand zijn credentials geeft, heeft een hacker mogelijk toegang tot intern netwerk. Alright, ik heb gezien dat er een paar vragen zijn verschenen. Ik weet niet wat er langs jullie kant al vragen zijn. Ik weet niet of dat Joris of dat
Toon nog vragen hebben gezien in een chat tijdens een demo die dan misschien interessant kunnen zijn. Anders dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor naar de talk te komen. Als er nog vragen zijn, dan mochten ze nu stellen. Of zeker, nadien ben ik ook nog altijd beschikbaar. Normaal zit iedereen een mute gebracht. Zijn er nog vragen? Als we kijken naar geautomatiseerde tools gelijk Nessus en zo, hoeveel percentage zien we dan dat effectief eruit wordt gehaald? Wilt opgelost door de bedrijven dan zelf? Of? Ja, qua detecties die effectief gevonden worden. Like, hoeveel procent zit er eigenlijk nog verborgen na die Nessus-scans? Ja, dus waar dan Nessus sterk in is, dat is zeker de low-hanging fruit er gaan uithalen. Maar ja, Nessus is en blijft een automated tool, dus je gaat de context van het bedrijf niet in acht nemen. Wat ervoor gaat zorgen dat ja, zeker de bekendere vulnerabilities die dat je met een simpele check kunt gaan vinden, die gaat hem zeker er proberen uit te halen. Maar we zien zeker, we zien als penetration tester zijnde, gebruiken wij Nessus ook wel voor die low-hanging fruit, maar daarbuiten zijn er nog ja, heel veel vulnerabilities die daar gewoon niet kunnen ontdekt worden door de complexiteit er eigenlijk van. Dus qua percentage is dat moeilijk te zeggen. Dat varieert puur van, ja, is dat externe scan zouden doen, interne scan zouden doen. Dus dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Maar Nessus is zeker sterk voor een quick check en voor de low-hanging fruit, maar niet vervangbaar door een penetration test. Alright, dank u wel. Geen probleem. Zijn er nog vragen? Er was nog een vraag over de local admins. Ik weet niet of die al is beantwoord, Thomas. Of dat Frank en Simon local admin waren op hun PC? Nee, dus Frank en Simon zijn allebei geen local admin. Dus als een hacker dan volledige toegang wil krijgen tot ja, credentials die misschien gecached zijn, dan moet er inderdaad nog een escalation of privileges gebeuren. Maar ja, met genoeg tijd, ik zeg het, je hebt 212 dagen, wat is de kans dat er ergens is een credentials vallen van misschien local admin ja, enorm groot, dus de kansen zijn eigenlijk dan wel groot om andere zaken nog te doen. Dus ja, ze waren geen local admin. Oké. Ik weet niet wat een antwoord was. Ik denk het wel. Dus het is, ik zie dat Mark daar ook naar op reageert, dat het wel nodig is om een programma te installeren. En ja, dat klopt in een zekere zin, maar het is niet de enige manier waarop de hackers programma's kunnen gaan uitvoeren. Er zijn enorm veel manieren waarop dat er eigenlijk tools gewoon kunnen gaan uitgevoerd worden. Ik denk maar alles wat mogelijk is met .NET bijvoorbeeld is enorm groot. Bijvoorbeeld alles wat je kunt doen met PowerShell of met met Beacon Object Files, als we misschien wat technischer gaan. Daarvoor moeten we eigenlijk geen local admin zijn om wel programma's te kunnen uitvoeren. Dus inderdaad, wat Jonathan zegt dan, dat er hier geen programma is geïnstalleerd, dat er gewoon een proces eigenlijk is opengegaan. Dus een connectie met de C2-server is eigenlijk gewoon geopend, zonder eigenlijk een programma te gaan installeren. Dus die programma zelf, dat draait dan. En dan is het eigenlijk aan de hacker natuurlijk om een manier te vinden om dat programma na een volgende opstart ook nog draaiende te laten. Dat zijn dan de uitdagingen er dan wel bij. Geen probleem, Mark. Zijn er nog vragen? Onderstel dan niet. Ja, dan rest het mij alleen maar om Thomas te bedanken voor de presentatie. Interessante inkijk in het hacken. Ik onthoud dat ik een carrière switch ga doen
weg bij Inet en ik ga toeleggen. Ik wil ook nog Joris bedanken van onze Inet Jongeren voor dit te organiseren, op poten te zetten. En ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Ik wens jullie nog een prettige avond. Zeker. Fijne avond nog. Graag gedaan. Fijne avond dan van iedereen.